12 mei, ja, dat is hunkernaar festivals, hè, de grote optredens. En wij hebben een nieuwe naam ontdekt met al heel wat optredens op de kalender. Namelijk Club Camille. En Camille zit hier bij ons. Goedemorgen. Dag Herbert. Fijn jou hier voor de allereerste keer in de studio te hebben. Je stamt uit een muzikale familie, hè? Vertel eens. Ja, we hebben een muzikale familie. Dus we hebben Club Camille. We zijn 5 broers. Ja, ik zal u anders even voorstellen. Ja, doe maar. Ja, we hebben dus onze Rudy. Onze Rudy is de singer-songwriter. Ja. Dan heb je onze Ronnie, dat is een tweelingsbroer van onze Rudy. Ja, dat is onze drummer. Ja. Heb je onze Ricky, dat is onze keyboardman. En dan heb je nog onze Raymond, of onze Ray, of de Raimundo voor de vrouwen. Hè. Dat is onze percussionist. En dan ben ik er, Camille, als eigenlijk de voice van de groep, hè. Oké. Ja. Hoe lang maken jullie al muziek? Oh, we zijn al heel, heel lang bezig. We zijn eigenlijk begonnen op Free Podium, ja, in Frankrijk, het zuiden van Frankrijk. En we gingen daar altijd op vakantie en met onze grote tent. En dat was op een gegeven moment een Free Podium. En we dachten van, kom, we doen mee. Onze pa die had gezegd, mannen, je kunt een Magnum fles Duvel winnen. En we dachten van, oké, dat is echt de moeite waard en we doen mee. Mm-hmm. En we hebben dat ook gewonnen, ja. Ja, en ondertussen al heel wat optredens in binnen- en buitenland. Ja, we zijn vooral bekend in het buitenland. Oké, Club Camille. Ja, we doen heel veel tournees. Europese, Aziatische, Amerika. We hebben eigenlijk al heel de wereld gezien. En dat willen we ook in onze videoclip eigenlijk naar buiten brengen. Dat wij dus heel de wereld al gezien hebben. Alleen Vlaanderen moet ons nu nog ontdekken. Hè? Ja. Ja, we gaan dat proberen. Hè. Nu, dit is die clip. Club Camille met Rosita. Op clubcamille.be staat hun kalender met de optredens, de festivals voor komende zomer. Club Camille, een nieuwe naam. Iedereen in het buitenland kent die groep, Vlaanderen nog niet, maar daar komt verandering in. Wat brengen jullie tijdens die show? Wij brengen allemaal onze eigen nummers, hè. Eigen nummers, Nederlandstalige nummers. Zoals mensen zingen daar vooral op mee. Hè. Ze kennen dat allemaal, die nummers die wij geschreven hebben. Bijvoorbeeld Heb je even voor mij? Of Laat de zon in je hart zijn ook zo'n nummers waar dat ze goed op meezingen. Het zijn allemaal hitjes dat onze Rudy geschreven heeft. En dat valt heel goed in de smaak eigenlijk, wat dat we hier al geprobeerd hebben. Ja. Je ziet er wel heel stoer uit, moet ik zeggen. Mag ik vragen, die tattoo, de betekenis, beste Camille, de betekenis van die tattoo? Ja, ik ben de leeuw van de familie. Hè. Ja, ik heb mijn broers ook toe aangezet om mee te doen. Die waren niet zo geneigd om dat te doen, maar ik heb zoiets gezegd, come on boys, we gaan dat doen, we gaan een carrière maken. Hè. Jullie moeten ermee gaan werken dan, wij gaan muziek maken. En ze zeggen altijd tegen mij, ja, onze Camille is eigenlijk een beetje de leeuw van de familie. En ik dacht van, oké, een leeuw, ja. Waarom niet? Hebben jullie dezelfde kapster? Ja, dat is Chantal. Dat is onze kapster. Ja. En die gaat ook altijd mee. Die doet ook mee in onze videoclip trouwens. Die konden zien in onze videoclip. Die was ons haar aan het stylen. En je ziet, eigenlijk, ze doet heel goed werk. Hè? Ja. Vind ik zelf. Ja. Club Camille, helemaal klaar voor de zomer. Ja. Om Vlaanderen te veroveren. Met ook een single erbij, Rosita. Succes, hè, man. Maar misschien nog één anekdote. Eén anekdote van in het buitenland. De buitenlandse avonturen. Goh, we hebben al zoveel dingen meegemaakt. Nu moet ik heel even nadenken. We hebben een nummer dat we spelen. En dat nummer heet Drink Kava Nu. En dan vragen wij ook een heleboel dames op het podium. Want ik vraag dan meestal van wie drinkt er hier graag kava? En dan zie je natuurlijk al die handen. Iedereen? Natuurlijk, iedereen wil ook eens bij ons op het podium staan. Hè. Maar dat nummer hebben wij dus geschreven als we in Tokio zaten, mm-hmm. op een hotel. En wij konden maar het refrein niet vinden. De strofes, dat kwam goed, maar het refrein vonden we niet. En we hebben dat nummer laten liggen. En dan moesten we optreden in Parijs en kreeg ik ineens een telefoon van Jean Moulin. Jean Moulin is de baas van de Moulin Rouge. Oh, oké. Ja, oké. Kan zijn dat je dat niet weet. Hè. Nu, die belde mij en die zei van, ja, Ulle Raymond, onze Ray, hè, die zat daar in de Moulin Rouge en dat was een beetje zattekes en we moesten hem gaan halen. En we hebben hem toen buiten gedragen en Raymond was van alles aan het zeggen en toen en we dachten van, oké, dit is het. We hebben ons refrein. Dus de mensen moeten maar komen kijken als ze echt willen weten hoe dat eraan toe gaat. Oké.
Camille van Club Camille. De groeten aan de broers. Ga ik doen. En tot in de zomer, hè. Absoluut. Clubcamille.be, daar vind je de kalender. Merci voor de komst. Jij bedankt om te kijken. Heel graag tot volgende week.